Het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek gaat op de schop. Het pand dat al sinds 1987 staat, heeft een flinke opfrisbeurt nodig en de plannen daarvoor zijn al goedgekeurd. Het museum wordt maar liefst 1/3 groter dan het nu is. Directeur Wiel Lenders legt uit wat precies het plan is. Bezoekers passen er niet meer in, de collectie past er niet meer in. En in de plaats van dat gebouw komt er een nieuw museum van 3000 vierkante meter. Dus het wordt een derde groter. Ja, sowieso wordt een hele moderne presentatie, hè, die ook toegesneden is op de jeugd van tegenwoordig. Hè, de jeugd die ook andere vragen aan dat verleden zal stellen dan de oudere generaties. Dus het wordt sterk gemoderniseerd in de presentaties. En inhoudelijk maken we ook een enorme vernieuwingsslag. We hebben 6,5 miljoen nodig en we hebben al 4,1. Dus het glas is al behoorlijk gevuld voor 2/3. En we hebben nog 2,4 nodig. Dus dat zoeken we bij Nederlandse fondsen, bedrijven en mecenassen. Hè, dus rijke mensen die misschien toch een heel goed gevoel hebben bij zo'n thema. Maar dat doen we ook in het buitenland, in de Verenigde Staten, in Engeland, in Canada, in Polen en in Duitsland. Ook weer die drie bedrijven, fondsen en mecenassen. De provincie Gelderland is de zwaarst beschadigde provincie van Nederland, op Zeeland na. En dat oorlogsverleden zit overal, in het landschap, in de steden, in de musea. Wat een bijdrage zal leveren is dat er in Nijmegen een groot informatiepunt gaat komen. En dat informatiepunt gaat doorverwijzen naar de andere plekken in het Rijk van Nijmegen. Zo is er ook een informatiecentrum in Arnhem. Dus dat is een mooie analogie. Twee toegangsportals tot het herinneringstoerisme. Nou, we hopen in 2017 het geld helemaal binnen te halen. 2018 beginnen. 2019 gaan we open in het voorjaar. Want dan hebben we een paar maanden later, 75 jaar, Market Garden. Nou, dat zou een fantastisch moment zijn om dan de deuren te openen.